Kijk naar een speciale weersverwachting van Weerplaza. Die alleen maar over de sneeuwstorm gaat langs de Amerikaanse oostkust. Want er gaat daar vandaag bijzonder veel sneeuw vallen. Er komen wel vaker sneeuwstormen voor in dat deel van Amerika. Maar deze kan in de top 10 uitkomen sinds 19, beter gezegd, 1869. Dus bijna 150 jaar. En een van de zwaarste sinds 150 jaar heeft allemaal te maken met het unieke samenspel tussen koude lucht vanuit het noordwesten en een lage drukgebied die vanaf Florida richting het noorden gaat trekken. Dat lage drukgebied dat heeft zachte lucht bij zich trekt die kant op en vanuit het noordwesten komt koude lucht. Die twee botsen op elkaar en dat zorgt ervoor dat het lage drukgebied uitgroeit tot een storm en dat er daardoor ook een zware sneeuwval gaat komen. Als ik dit in beweging zet, dan zien we dat lage drukgebied ontstaan. En dat trekt dan langs de Amerikaanse oostkust richting het noorden. En dan, uh, ja, dan wordt het echt zeer onstuimig weer. Windkracht 9 à 10 aan zee, dat is een storm tot een zware storm. In het binnenland staat er uiteraard iets minder wind. Maar de wind loeit er wel omheen. En dat wordt dus hele koude lucht aangevoerd. Nou, dan gaan de temperaturen in een groot deel van het uh, noorden en zuidoosten van Amerika naar beneden. Onder het vriespunt komen die. Je ziet temperaturen in het noordoosten rond de min 5 graden. Maar je ziet ook een smalle strook langs de kust waar het nog wel boven nul is. En op die grens, zo vlak langs de kust, daar gaat geen sneeuw vallen, daar gaat regen vallen. Maar er zijn ook plaatsen waar het ijzelt. Veel problemen worden er daardoor verwacht. Als ik de boel verder laat bewegen, zien we het lage drukgebied verder naar het noorden trekken. En uiteindelijk trekt het dan via uh, Canada. De oceaan op richting Europa. Maar dit is donderdagochtend en ook dan hebben we nog steeds een hele koude wind. Min 11 graden dan in het noordoosten van Amerika. Dus alle sneeuw die er vandaag gaat vallen, die blijft morgen liggen, die blijft donderdag liggen. Pas in het weekend wordt er weer doorverwacht. Een serieuze winterinval daar, met uh, vandaag dus de meeste sneeuwval. Hier laat ik de neerslag zien. In het blauw en in het geel valt regen. In het wit, roze en paars, dat is allemaal sneeuw. Je ziet het ook wel een beetje aan de vlokjes die er getekend zijn. En als ik de boel dan in beweging zet, dan zie je dat dat lage drukgebied naar het noorden kruipt. En dat er dus heel veel sneeuw gaat vallen in dit deel van Amerika. Echt een heel dik pak wordt er verwacht. Op sommige plaatsen meer dan 50 centimeter. Misschien zelfs oplopen tot 75 centimeter. En dat alles valt dan bij windkracht 6A7 boven land. Windkracht 8 dichter bij zee. We hebben het dus over een uh, serieuze sneeuwjacht, waarbij het zicht heel slecht is. En als er dan hier en daar ook nog eens ijzer valt, ja, dan zijn de problemen natuurlijk extra groot. Het laagdrukgebied trekt dus verder naar het noorden. In de loop van vanavond en komende nacht, allemaal Nederlandse tijd, trekt het sneeuwgebied weg. Maar zoals ik al zei, die koude noordwestenwind, die blijft gewoon echte vorstlucht aanvoeren. Dus uh, echt beter wordt het niet uh, morgen. Kijken we even naar het radenbeeld van dit moment. Die kun je ook op onze website Weerplaza gewoon live volgen. En daar zie je heel mooi de tegenstellingen in de temperaturen terug. Want in het blauw en in het geel, dat is allemaal regen. Pal aan zee valt er dus nog regen, zware regen. Dat zijn die gele en rode kleuren. En daar ten noorden van valt allemaal sneeuw. En die sneeuw, ja, die houdt dus voorlopig nog wel even aan. Zware sneeuwval trekt richting het noordoosten. En uh, ja, er gaat alleen maar meer sneeuw vallen. Zoals ik al zei, in New York, dat ligt hier. Daar gaat dus zonne 30 tot 50 centimeter vallen. Verschillen zullen heel groot zijn. tussen pal aan zee op Long Island bijvoorbeeld, valt veel minder dan iets ten westen van de stad. Maar ook in dat deel van Amerika worden grote problemen verwacht. De meeste sneeuw valt waarschijnlijk iets verder op, landinwaarts tegen de bergen aan, dan kan het zelfs oplopen tot 75 centimeter. Die hoeveelheden zien we ook terug op deze kaart van de Amerikaanse Weerdienst. Uh, Zo'n 20 tot 25 inch. En dat is dus die 50 tot 75 centimeter. Dat wordt daar verwacht. Nou, New York, dat ligt hier. Even kijken. Krijgen we de witte pijl zo te zien? Ja, dat lukt. Daar ligt New York. Nou, dat ligt dus echt aan de rand van het gebied waar de meeste sneeuw gaat vallen. In de buurt van Boston, daar valt allemaal wat minder sneeuw. En uh, ook in Washington bijvoorbeeld, valt wat minder sneeuw. Het is echt iets wat vooral in het binnenland gaat gebeuren en waarbij New York City hard geraakt wordt. Nou, de beelden krijgen we pas later vandaag te zien, want op dit moment is het nog donker. Maar ik zie op enkele webcam's al wel dat er enige sneeuw valt. Dus de eerste centimeters die vallen inmiddels. En dat zien we ook op dit radarbeeld terug. Het sneeuwt al in New York en de zware sneeuwval die komt er nu vanuit het zuidwesten aan. Via onze website houden we iedereen op de hoogte vandaag.